Goedemorgen allemaal. Of ja, middag eigenlijk. Hè. Het is precies middaguur. Dus goedemiddag zeg ik gewoon. Ietsjes over 12. En vandaag is er weer echt een superleuk festijntje. Gezellig dat jullie weer lekker mee gaan kijken. Want we gaan live met de goodiebag See You. En dat zijn de nieuwe artikelen van Creative Craft Lab die erin zitten. Bijna de hele collectie. Niet helemaal, maar wel bijna. En dit is echt een super toffe collectie. Ik ben helemaal fan weer. En ik heb ook al van alles ermee gemaakt. Net als de andere dames van het design team van Craft Lab. En vandaag is er ook nog een super leuke blog. Of nee, niet blog op. Een Insta op. Dus daar kan je ook echt super veel inspiratie op doen. En de hele collectie nog zelfs vinden. Dus ga ook vooral even op Instagram kijken. Dan kun je beginnen met hoppen bij bijvoorbeeld de Instagram pagina van Creative Craft Lab. Of je kan lekker beginnen bij mij bij deze Crea Place of bij een van de andere dames uit het team. Dus ga lekker een rondje hoppen en dan vind je nog veel meer inspiratie. Nou, ik had weer even een last minute ideetje. Ik heb altijd, zoals jullie weten, die materialen in mijn hand en dan ploppen er van allerlei ideetjes op. Dus ik ga vandaag weer iets heel leuks met jullie doen, denk ik tenminste. Ik heb het nog niet gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan, hè. Dat is een spreuk. Nou, ik heb even een andere ondergrond, want ik dacht ineens vanmorgen toen ik mijn spullen hier klaar ging. Ik dacht, oh nee, ik heb mijn glasplaat nog bij Sylvia in de auto liggen. Dus we doen het even op een kleiner plaatje, maar dat gaat ook vast helemaal goed komen. En ik heb er wel heel veel zin in en ik heb hier dus de goodiebag See You voor mij liggen. En volgens mij is dat trouwens een kleine peperpetje er ook bij. Dus die ga ik er ook even bij pakken. Dat is deze leuke. Die Beachy. Superleuke klein mini blokje weer. Wat door je mini stansmachine ook heen past. In wat bruin en blauwe tintjes. Echt heel erg tof. Daarnaast zit deze toffe stempel erin van zomer. Met allemaal Nederlandse teksten. En dan kan je allemaal leuk met elkaar combineren. En die te gekke zonnebril zit erbij. Die vind ik echt heel erg tof ook. Dus dit is de tekst stempel zomer. Dan die mooie borders golfjes. Tenminste, ik dacht dat ik het zo goed heb gedaan. Maar ik heb even snel gepakt. Dus ik hoop het. Deze mooie borders. Dus er zitten drie verschillende borders in op slimline formaatje. Dus helemaal tof. Peperpetje. See you. De naam van het festijntje ook. En deze is ook weer helemaal te gek. Ik heb er natuurlijk weer even 10 besteld. Dat weten jullie wel, hè. Ze geloofden mij niet. Maar ik doe dat echt. Echt. Nee. kijk. Wat een toffe patroontje. Ik blijf er even lekker door doorheen. Nou, super gezellig. En dames, als jullie het leuk vinden, deel deze live dan ook even. Hè. Dan kan iedereen me ook makkelijk terugvinden. Ik blader nu even door de goodiebag heen. Maar je kunt ook de link hierboven de video, kun je ook alle artikelen vinden die wij vandaag in het festijn gebruiken. Dus niet alleen ik, maar ook alle andere dames. Dus dat is ook wel erg leuk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog wat stiekem een dingetje heb toegevoegd. Dus die zal ik straks ook even nog doorgeven. Kunnen ze die nog toevoegen aan het blog? Ik ben niet zo goed in vooraf allemaal spulletjes klaarleggen. Ieder zijn kwaliteiten. Ik ben daar niet zo heel goed in. Ik bedenk altijd maar op het moment voor ik live ga wat ik ga doen. En dan komt het altijd wel goed. Maar het is alleen niet zo heel handig voor die dames die mooie voorbereidingen allemaal maken. Deze, die nieuwe onderwatervriendjes allemaal. Dat is een nieuwe accessoire set. Die vind ik ook echt te gek. Kijk hier op de achterkant. Leuk hè? En Jolanda die heeft denk ik ook de tikkie nog bovenaan in de Noor en Zo groep openstaan. Dus mocht je iets willen hebben, kun je het vast daar ook nog toevoegen. Dus niet in deze live, maar in die van Jolanda van vanmorgen. Dit is de Stitched Slimline. Je ziet daar het plaatje ook even. Helemaal tof. En die gaan we nu ook een basis van maken. En weer lekker op een andere manier gebruiken. Kijk hoe leuk. Tof hè? Even kijken. Met mijn voet gaat het echt veel en veel beter. Ik ga weer lekker stukjes lopen. Nog niet rennen, dat gaat nog niet. En aankomende week mag ik mijn brace weer af en toe uit. Dus ik ben benieuwd hoe dat ook gaat. Dus dat gaat echt veel beter. Nou, ik ga even vast laten zien wat ik voor jullie in petto heb vandaag.
Ik wil er even een leuk modelletje van maken. Even lekker anders, maar wel gewoon de slimline mogen gebruiken. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb eerst die basis, dus niet de allerbuitenste, maar die hier binnenin zit met die toffe stiksteekjes. En die heb ik gestanst. En heb ik in het midden, dus op 10,25, een beetje een raar formaatje, maar het is echt waar, heb ik een vouwlijn gezet, zodat je eigenlijk een dubbele kaart hebt. Een dubbele mini kaart. Leuk, hè? Nou, daar gaan we iets tofs in maken. Want dit heb ik trouwens uit aquarelpapier gedaan. Want daar wil ik eigenlijk ook nog met inkt op werken. Dus watercolor aquarelpapier. Dit heb ik gewoon uit Bella Lulu Smooth cardstock wit gesneden. En die gaan we eventjes meten. Want die heb ik net gemaakt. Maar ik ben nu alweer de maatjes kwijt. Oh, dat geeft helemaal niks, Beta. Ik vond het super leuk om je ook gezien te hebben. En trouwens niet alleen Beta, maar iedereen die ik gisteren en eergisteren gezien heb. Echt heel erg tof. We hebben zo'n leuke dagen weer gehad. Het was zo gezellig met jullie allemaal. En heel erg leuk dat jullie lekker gezellig kwamen shoppen. Inspiratie op kwamen doen. Gezellig kwamen voor een leuk praatje. Ik vond het echt weer topdagen. Dus ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Even kijken, dit wit cardstock smooth papiertje, dat is 17 centimeter breed bij, even kijken, 9,9 centimeter hoog. Want dan is die dezelfde hoogte als dit papiertje van je slimline man met die stiksteekjes. Dan heb ik in het midden een vouwlijntje gemaakt. Dus op van 17, het midden is bij mij 8,5 geloof ik. Ik zal het even, ja, 8,5. Oh, slecht dit. En aan beide zijkanten heb ik op 1 centimeter een vouwlijntje gemaakt. Dus dan krijg je eigenlijk dit zometeen. Wat het komt. Zo. En waarop heb ik die maten gebaseerd? Op deze. Dus dit onderste vierkantje. Niet dit gewoon effe rechthoekje bedoel ik. Niet het effe rechthoekje, maar die met het stiksteekje erin. En die ovaal. Dus die ga ik ook in elkaar stansen. Twee keer. Dan krijg je dus dit. En dit gaan we dus hier opmaken. Moet ik even kijken dat ik er zo goed om doe. Want ik had aan één kant iets verder dan aan de andere kant. Maar het komt vast allemaal goed. Maar dit gaan we dus hier op plakken. Dus deze maten zijn hierop gebaseerd. Kijk, dit raampje past nu precies daarop. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb eerst dit rechthoekje uitgestanst. Twee keer heb ik ze even hier zo voorzichtig opgeplakt. Want dat wilde ik jullie natuurlijk nog goed kunnen laten zien. En daarna die ovaal erin gestanst. Zodat die precies op dezelfde plek in je rechthoek zit. En die komt hier dus aan beide kanten zo opgeplakt. Is dat duidelijk voor jullie? Denk het wel, hè? Ik zat nog te twijfelen of ik die in een kleurtje ga doen. Dus ik ga gewoon eerst even deze erop plakken. En dan kunnen we dadelijk gewoon rustig aan dat verder gaan doen. Hoe we dit gaan doen is met een stukje dubbelzijdige tape. Ik pak hem even. Waar heb ik hem eigenlijk? Ik denk in mijn tas van gisteren. Even zoeken gauw. Oh, wat een chaos heb ik nog in mijn hoofd, jongens. Echt waar. Ja, ik heb hem. Got it. dus ik ga met een stukje dubbelzijdige tape ga ik op die buitenste vouwlijntje plakken. Kunnen jullie mij volgen? Of ben ik voor jullie ook chaos? Of ben ik alleen chaos in mijn hoofd? Anders dan roep even, want dan leg ik het nog een keertje uit. Ik ben helemaal super enthousiast. En soms is het dan in mijn hoofd helemaal chaos. Want dan heb ik zoveel leuke ideetjes. En dan denk ik, oh, waar zal ik beginnen? En hoe zal ik het gaan doen? Maar ik hoop dat het voor jullie gewoon lekker duidelijk is. Dus dan heb ik aan twee kanten heb ik daar dat stukje opgeplakt. Nou, die gaan we dus dadelijk op het kaartje doen. En dan gaan we als volgt doen. Ik wil namelijk dat die vouwlijn, die komt van dit stuk, gaat die naar buiten toe. Dus dat is een bergvouw. En van deze gaat die naar binnen. Dus dat is een dalvouw. Dan gaat deze dus zo erop komen, zodat als je hem openmaakt, dit zo naar buiten komt. Nou, je ziet het al, het ziet er wel een beetje gek uit, maar ik vind het toch wel heel tof. Dus dat gaan we gewoon lekker doen. Want ik zet hem toch gewoon lekker zo neer. En als je hem gaat verzenden, maakt het niks uit als het eerst een beetje gek is. Want daarna wordt het superleuk als je hem open doet.
Ik ga even mijn beschermlaagje eraf peuteren. Ja, die workshops die gaan we gewoon lekker doordoen natuurlijk, Beta. Dat vinden wij veel te leuk allemaal. Ik moet hier even goed kijken, want dit is wel even een dingetje. Ik hou hem heel even een beetje zo en dan vouw ik hem dadelijk wat terug. Want ik wil natuurlijk dat die vouwlijn wel echt mooi op die andere vouwlijn komt. Dus hier aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant. Zo, dat die mooi rechtop komt. En dan kun je dus die plakstrookjes zo erop plakken. En nu denk je, oh, maar dat is echt niet zo mooi, want dan zie je die plakstrookjes. Maar dan gaan we het eigenlijk wel oplossen. Dus dat komt helemaal goed. En dan kunnen we hem nu weer zo op de een naar buiten vouwen. Kijk, en straks in de envelop komt hij dan zo te zitten. Maar toch is dat ook wel heel erg tof wel, denk ik hoor. Ziet er gewoon leuk uit, kijk. En dan kun je hem zo neerzetten, zodat je twee zo'n raampjes hebt. Ik moet even kijken dat ik goed in jullie beeld zit. Zien jullie dat? Oh, dit is natuurlijk ook weer niet slim van mij. Dat zei ik al, hè. De eerste. Ik ga hem even losmaken hier. Aan één kant. Want ik kan hier natuurlijk geen inkt meer achter doen. En dat moest. Oh. Ik heb mijn slaap nog niet uit, dames. Krijg je, dan bedenkt ze weer iets. En dan doet ze nog helemaal niet eerst een voorbeeldje maken. En dan gaat ze dat meteen weer live doen. En dan krijg je die bloopers. Ja, zo gebeurt dat. Maar uiteindelijk komt het altijd goed. Dus ik maak hem hier weer even los. Want ik wil natuurlijk dat daar gewoon inkt onder komt. Ja, het is een heel leuk model, denk ik ook. Maar last minder lekker bedacht. En dan krijg je gewoon bloopers. Maar hey, wat ik fout doe, doen jullie in ieder geval niet meer fout. Toch? Ja, hè, zonder bloopers veel te saai. Nou, het scheelt hier aan de zijkanten. Daar doe ik straks een designpapiertje overheen. Dat ga ik straks doen. En hier gaan we lekker inkten. Dat is de bedoeling. Oeps. Ik heb daar wat kleurtjes inkt voor gepakt. Dus dat gaan we eerst even doen. De Lemon Tonic, Honeypot en de Fuchsia. En die inkt die wilde ik dus hier zo lekker erachter doen. Hier komen straks allemaal lekker golfjes en strand. En dan gaat daar een beetje zo'n lekkere zonsondergang. Maar dat vind ik mooi met ook een beetje roze. Dus dat gaan we gewoon lekker eventjes doen. Dan moet ik even denken. Want dan komt, als ik de zonsondergang wil doen, dan komt de zon natuurlijk onderaan. Dus het knalgele komt onderaan. Gelukkig gaan jullie altijd zo lekker om met mijn bloopers. Dus ik ga hier even kijken. Ja, ongeveer op de helft van die ovaal ga ik wat geel lekker aanbrengen. En hier gaan we eigenlijk ook nog lekker even op spetteren hoor. Dus daarom gebruik ik ook graag dat aquarelpapier. Dus mocht ik hier een beetje uitschieten, dan geeft het niks. Want er komt eigenlijk toch designpapier overheen geplakt. Zo. Nou, aan die onderkant komen allemaal golfjes. Dat zei ik al, hè. Zo. Dus dit is goed. Dan pak ik oranje. Oh, ik heb hier die mooie. Kijk, dat moet ik even laten zien. Kijk, dit is die handige houder met die blending brushes van Studio Light. En die vind ik gewoon super fijn om te gebruiken. Dus die staat hier ook voor mijn neus. Zo, een beetje oranje. Dat is dus de honeypot. Zo. Dus als het te veel chaos wordt, dan moet je even zeggen deze even opnieuw, want nou volg ik het niet meer. Zo. Maar ik vind het altijd grappig, want jullie zeggen altijd, je komt altijd zo rustig over. Maar in mijn hoofd dan denk ik altijd, oh, ben ik allemaal hyper enthousiast en zo. Zo, dus een beetje oranje. En er komt nog een lekker een beetje roze bij. Deze kleur, de fuchsia. Even hierboven. Zo. Komt hij lekker bovenaan. En dan gaat hij een beetje over. Oh, ik heb hem nou een beetje te fel aangezet. Maar het zit gewoon aan de zijkant. Maakt niks uit. De zon is ook niet helemaal over de hele breedte. Lossen we het gewoon weer op.
Alles is op te lossen, hè, dames. Vinden jullie niet? En zeker op kaartjes kun je alles weer lekker verbloemen en zo. Ja, precies. We maken allemaal bloopers. Maar ja, bij mij staat het altijd live. Nou ja, dat is dan zo. Toch? Oeh, kijk nou. Dit is wel echt heel erg gaaf. Als je dat zo door die ovalen heen ziet. Ik word er blij van. even kijken. Ik doe nog een heel klein beetje meer van deze inkten op mijn glasplaat. Want daar gaan we even lekker mee spetteren. Nou, Jolanda liet vanmorgen ook zien. Mijn favoriete spettergereedschap is voortaan deze brushpennen van Studio Light. Er zit lekker water in dit tankje. Dus daar kun je een druppie, als je op de push duwt, kun je een druppie water je zo bij laten vallen. En dan kan je die mengen met je inkt en dan kan je gewoon lekker super simpel spetteren. Dus dan heb je eigenlijk alleen de brushpen nodig en je favoriete inkten. En dan spetteren we lekker raak. Dus dat doe ik gewoon lekker zo hier overheen. En dat doe ik met alle drie de kleurtjes. Dus nu heb ik eerst die lichtgele gepakt. Ik vind dat tof als die allemaal weer een beetje terugkomen. Jazeker. Ik ga niet stoppen zonder oplossing, hè. En anders kom ik er altijd later op terug, hoor. Maar meestal hebben we wel direct een oplossing, toch? Uitdagingen zijn er om aangepakt te worden. Even kijken. Ik ga hier bij die iets donkerdere, die oranje kleur, ga ik ook lekker even wat water erbij doen. Hé, maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Hebben jullie al lekker gehopt op de Instagram? De leuke Craftlab Insta hop. Daar kun je ook de hele collectie ook nog winnen zelfs. Echt superleuk. En heel veel toffe inspiratievoorbeelden. Ik heb zelf ook al even een rondje gehopt. En ik vond er zoveel moois weer bij zitten. We hebben allemaal weer lekker ons best gedaan. Kijk, nog een beetje roze. Hoppa. Spetteren gewoon lekker door. Dat vind ik ook tof, hè. Dat die kleurtjes gewoon weer lekker zo terugkomen. En ja, ik vind dat wel echt een beetje magisch altijd. Zo. Even doekje erbij. Maken we even die puntjes schoon. En dan kan je ook gewoon weer lekker een ander kleurtje pakken. Geeft niks. En komt gewoon helemaal goed. Deze ook even afdoen. Oh, mijn. er is zo'n dopje onder mijn glasplaat uit. Dus die wiebelt een beetje als ik overging. Even kijken. Ik moet even niet al die troepjes in jullie beeld hebben. Want daar ben ik ook niet blij mee. Zo. Oh, jammer, Mandy. Maar je kan hem altijd aanmaken, hè? Wat je niet hebt. Kun je altijd creëren. Kijk, dit is dus die wat je er doorheen ziet. Ik vind het heel tof. Ik denk dat ik deze, dat ik die gewoon lekker wit laat. Maar daar twijfel ik nog een beetje over. Of zal ik die... Oh, eigenlijk is het misschien wel mooi om die ook gewoon in die kleuren mee te laten lopen. Dat ga ik gewoon doen. Dus, sorry. Daar gaat ze weer. Maar ik denk misschien dat het ook wel erg leuk is om gewoon lekker dat proces te zien van... Hey, hoe gaan ze eigenlijk aan de slag? Hoe komen die ideetjes tot stand? Dat is ook gewoon erg leuk, hè? Even kijken. Zo om zit hij erop. Dus ik ga dan in het midden ongeveer ga ik de geel weer aanzetten. En dat het niet helemaal precies op dezelfde hoogte zit, dat geeft helemaal niets. Hier komt dadelijk ook nog strand voor. Dus ik hoef niet helemaal tot de onderkant. En hier spetter ik dan dadelijk niet op, denk ik. Deze laat ik dan gewoon... Ja, misschien eigenlijk wel. Misschien vind ik dat toch wel leuker. Twijfel, twijfel. Doen, niet doen. Dus ik ga met diezelfde kleurtjes gewoon lekker hier overheen. Nou, superleuk dat jullie dat ook lekker gaan doen. Even kijken. Zo. Nee, ik heb het waterpenseel niet schoongemaakt tussendoor. Want die kleurtjes die verlopen in elkaar. Dus als je het waterpenseel echt, als je heel andere kleurtjes wil, dan kan dat. Maar dit vind ik gewoon tof.
als je die drie kleuren hebt gebruikt, maak ik hem wel schoon. Want dadelijk kan ik bijvoorbeeld nog blauw gebruiken. En dan vind ik het weer niet leuk als er roze of geel doorheen zit. Maar hier, deze kleurtjes verlopen heel mooi. Dus dan vind ik dat dat best wel mag. Zo. Die lichte geel is Lemon Tonic. Zo. Hop, hop, hop. En ik gebruik nu dan de Harmony inkten. Die zijn waterreactive. Dus daarom reageren ze ook zo tof als je daar lekker op gaat spetteren. Maar ik denk dat ik het hierop niet doe. Die laten we gewoon even zo. Kijk. Oeh, la la. Ik hou je van. Super gaaf. Oké, nu gaat het echt eraf, deze kleur. En dan gaan we lekker door. Oh, ik heb hier een of ander touwtje aan mijn vingers hangen. Hoppakee. Dus deze komen straks. Oh, deze komen hierop. Dus die kan ik eigenlijk wel even vastplakken. Ja, hè, precies. Ik vind altijd, het ligt ook gewoon aan hoe je er lekker aan bent, welke idee je per dag hebt. En ik hou ervan gewoon om gewoon uit te werken waar ik zin in heb en wat ik op dat moment bedenk. Zo, kijk dan. Oeh, dit is vet. En deze plak ik dan hier en dan zie je al dat het meteen al veel toffer kijkt, hè. Dus met die mallen kun je gewoon ook echt zoveel kanten op. Ik hou ervan. Dus gewoon zo'n simpele, nou niet een simpele, gewoon een hele toffe slimline mal. Die kun je dus ook weer op een heel veel andere manier gebruiken. Zo. Ik moet ook zeggen dat ik dit wel echt een hele toffe slimline vind. Ik ga hier vast even wel een beetje plak weer opdoen met een schermlaagje. Kan ik die dadelijk, als ik zover ben, meteen weer dicht plakken. Zo. En dan neemt niemand mijn foutje in de gaten, toch? Zie je dadelijk helemaal niks meer van. Even kijken, hoe gaan we verder? Kijk, ik had hier een stukje strand gemaakt. Met die, namelijk met die borders, als je die onderste daarvan gebruikt. Ja, deze, zeg maar. Daar kan je bijvoorbeeld ook gewoon strand mee maken. Dus dat is ook echt super leuk. Dus je kunt hier golfjes mee maken. Dit kan ook gewoon een golfje zijn van een rustig water, zeg maar. Maar je kunt hier ook strand mee maken. Dus die heb ik hier gestanst. Dan heb ik eerst de buitenrand, dus oftewel de vorm van de slimline, gepakt. Zodat die hier ook mooi op aansluit strakjes. Dan heb ik... ik dacht dat ik hier een vouwlijn in had gemaakt. Oh ja, heb ik ook. Kijk, en heb ik die precies afgemeten opdat het dadelijk gewoon goed uitkomt hier bij mijn dingetje. Maar die maat zal ik jullie zo meteen nog doorgeven, want dan moet ik eerst dit rustig dicht plakken. Maar ik heb, want die komt straks hiervoor, maar dat komt dus pas op het einde van het strand. Ik heb hier ook van die toffe wilde golfjes. Die had Jolanda vanmorgen ook gebruikt in de live. En... die heb ik dus een aantal keren gestanst. En die gaan we mooi blauw maken. Dan komen die hier straks achter die ovale geplakt. Tof, hè? En daar gaan we mooi die zeeaccessoire diertjes in verwerken van Graflab. Ik heb hier twee borsteltjes. En ik heb hier de kleurtjes die Jolanda vanmorgen ook had gebruikt van Harmony. De parakiet en de lagoon en de ocean. De oasis bedoel ik, sorry. Ik ga alleen voor deze twee kleurtjes, de parakiet en de lagoon. Ik hou daar wel van. Van de wat donkerdere kleuren daarin. Zo. En dan pak ik, even kijken, eerst dit borsteltje. Even een beetje mijn borsteltje afdoen. Zo. En die lichte kleur wil ik bovenaan. Ik wil die donkere kleur onderaan. Maar wat ik eerst even ga doen, is ik ga hem vanuit het midden, ga ik die lichtste kleur aanzetten. En dan naar boven ga ik hem een beetje lichter aanzetten. Dus dan waaiert hij een beetje heen uit. Dus meer naar de onderkant wil ik hem toch iets
of naar de bovenkant wil ik hem toch iets lichter hebben dan naar de onderkant. Nou, Jolanda liet het wit. Vind ik ook echt onwijs vet. Maar ik dacht, ik ga het toch een beetje anders laten zien. Dan zie je ook meerdere mogelijkheden. Ik moet zeggen dat die wel echt... Ik dacht, oeh, die vind ik vet, die golven van Jolanda. Maar ik denk, ja, nee, ik ga het een beetje anders laten zien. Zodat je meerdere mogelijkheden hebt. Kijk, daar ga ik weer die blauwe. Bij al die golfjes ga ik die gewoon zo lekker aanzetten. En dan komt die lagoon kleur komt dus weer aan de onderkant. En dan gaan we daar dadelijk ook met dezelfde kleurtjes weer lekker overheen spetteren. Ik hou ervan dat gespetter allemaal. Hoppakee. Nou, super gezellig dat jullie lekker allemaal meekijken. Ook al ben je later, geeft niks. Wat je gemist hebt, kun je altijd nog even terugkijken. Zo. Hoppakee. En dan gaan we dus die andere kleur pakken. Oh, ik zit altijd lekker onder de inkt zo. En dan pak ik even een doekje, want dan kan ik hem daarmee vasthouden. Anders zitten op dat blauw zitten dan allemaal vingerafdrukken. Dat wil ik niet. Dus dan ga ik met die donkerdere kleur, die lagoon, ga ik dan vanuit de onderkant naar boven toe. Oh, dat vind ik echt zo'n toffe kleur. Ook bij gras, hè. Dat klinkt heel raar, maar bij gras. En als je dan een fellere kleur groen erbij pakt, is deze ook echt magisch. Zo. En dan kun je, als je echt een hele mooie verloop wil maken, kun je dus die blauwe kleur nog even zo terug erbij pakken en weer over die donkere kleuren inhalen. Dus pak je altijd de lichte kleur die je weer naar donkere toe haalt. Om een mooi verloopje te maken. Oh, mijn buik zegt dat ik honger begin te krijgen. Het is ook wel echt een gekke tijd dat ik een beetje live ben. Hè? Ik zou eigenlijk om 9 uur vanavond, maar er kwam eventjes iets tussen bij mij. Dus nou ben ik even lekker op lunchtijd live. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. En vanmiddag om 2 uur gaat ook Lynn nog gezellig live, hè, met deze goodie bag, zeg maar. En vanavond om 8 uur Whitley ook nog gezellig. Dus er komt nog lekker veel meer lives. Het is vandaag ook een heerlijk zonnige dag. Dus misschien kijken we lekker vanuit je tuin mee. Zo, die is ook klaar. Dan moeten we nog eentje even afmaken. Ik had maar gewoon willekeurig even wat gestampt. Dus ik weet echt nog niet precies wat ik ga gebruiken en hoe ik hem ga opbouwen. Surprise, surprise. Zo. En dan moeten we nog spetteren. Nou, dan leg ik dit natuurlijk even aan de kant. Want ik wil natuurlijk niet dat daar allemaal groene en blauwe spetters op gaan komen. Of groene en blauwe. Het is eigenlijk een beetje donkerblauwe kleurig. Hè? Die zit er nog genoeg op. Deze doe ik nog een beetje erbij. Pak ik weer even lekker mijn spetterkwast erbij. En dan ga ik weer wat water toevoegen aan mijn inkten. Oh, dat is ook lekker. Gewoon even lekker gescheiden, Miranda. Zo, ik heb hier weer lekker wat van die lichte inkt. Waar ik mee ga spetteren. Ik wil een beetje meer water erbij. Kom op, zegt hij. Ik wil lekker spetteren. Ja, die golfjes zijn echt heel tof. En ook dat er lekker verschillende randjes bij zitten. Dat maakt het ook wel heel erg gaaf, hè? Kijk, daar gaat hij. Hoppa. Maar dit is dus echt een hele makkelijke manier om te spetteren. Nou, ik mis wel een beetje mijn grote glasplaat. Dus die moet ik even zorgen dat hij weer snel mijn kantje opkomt. Want nu spetter ik dus wel echt een beetje daarnaast. Maar hey, mag de pret niet drukken, hè? En zo, dat doen we ook nog even met die wat donkerdere kleur. Dus daar doe ik ook wat water bij. Hij is een beetje eigenwijs.
Hij is ook nog niet helemaal wakker, denk ik, mijn pinnetje. Zo, daar komt hij. Kijk, dus met die donkere kleur ga ik ook lekker eroverheen spetteren. En dat is juist heel tof dat je die verschillende kleuren ook lekker met elkaar combineert. Nou, deze punt doe ik dus weer eventjes afpoetsen. En een babydoekje gewoon eventjes. Mijn nagels ook, denk ik. En mijn vingers. Ik ook lekker onder blauw gesmeerd. Hé, hey, Jolan. Ik was ook even met die mooie golfjes aan de slag. Met de inkten. Dezelfde kleurtjes als jij. Ik was net aan het vertellen dat ik die van jou zo tof vond geworden. Als je eruit laat lopen naar het wit. Dat ik ze eigenlijk wilde namaken. Maar ik denk, nee, ik doe het toch een klein beetje anders. Want dan kun je weer een klein beetje zien wat het verschil is. Maar eigenlijk vond ik ze te gaaf. Ik had ze eigenlijk al bij je demo willen inpikken. Maar dat durfde ik niet. Zo. Pakken we deze weer even erbij. En dan gaan we die de randen die ik hier gemaakt heb, die gaan we in stukjes knippen. En daarachter plakken. Nou, we hebben niet zo'n hele grote stukken nodig. Dat zie je ook, hè. En ik wil dit een beetje gaan laten verspringen. Dus ik kijk gewoon, leg ik hem even zo erop. Nou, daar ongeveer knip ik hem af. Hoppatee. En wat Jolanda vanmorgen ook liet zien, plak ik hem vast. Maar niet aan de achterkant, maar aan de voorkant. Dus ik doe alleen hier aan de onderkant van die golf wat lijm. Zodat ik dat hier zo aan de onderkant van die ovaal vast kan plakken. En dan kan je dat dus in laagjes opbouwen. En dan probeer ik ook dat die golfjes niet allemaal zo in één lijn boven elkaar komen te zitten. Dat je dan een beetje laat springen. Zie je dat? Dus deze komt daar dadelijk te boven. Dan knip ik hem hier weer af. En dan zie je ook dat je met één zo'n reeks ongeveer 3 laagjes golfjes kan maken. Dus dat is ook wel heel tof. Je kunt hier ook foamtape tussen gaan stoppen. Dat doe ik nu even niet. Ik buig ze dadelijk gewoon een beetje mijn golfjes. Zo. Kijk, en als je dat dan, wat je landen had, dat witte, dan steekt het wel echt nog wat beter af. Zie je dat? Dus dan, want als je bovenkant dus echt nog veel lichter houdt, dan zie je dat dus echt beter afsteken van elkaar. Ik buig die golf zelf nu een beetje naar voren, zodat je een beetje diepte krijgt. En dan zie je dat ook wel wat beter. Kijk. En dan heb ik er hier eventueel nog eentje. Die ik nog wel bij kan zetten. Kijk. Dan heb je echt super toffe golven gemaakt. Ja, die golven zijn echt, echt heel tof. En ook gewoon, je kan er zoveel mee doen. Je hebt zoveel weer mogelijkheden met inktjes, met designpapier. Je kan de hoogte steeds veranderen. Ach, wat lief, Monica. Even kijken, dus deze zet ik hier weer erachter. En dan kijk ik gewoon even hoe ik het zelf mooi vind uitkomen met die golfjes die daaronder zitten. Maar ook met mijn zonsondergang luchtje. Zo. En deze, die zit hier wel vast. Maar die ga ik ook eventjes nog een beetje zo omhoog doen. En ik ook, oh, die zat dus nog niet goed vast. Zo. En dat ga ik hier dus zometeen. Oh, is dit? Ik ga hier heel even een dotje lijm achter doen. Want anders gaat hij hier zometeen openstaan. Dat wil ik eigenlijk. Een beetje vloeibare lijm erop. Plak ik hem daar even zo mee vast. Zo. En dan ga ik hier dus ook doen. En dan kan die dus gewoon mooi dicht. Nou, ik probeer wel dat hij een beetje op dezelfde hoogte doorloopt. En ik begin nu van de andere kant. Want dan krijg je niet dat die golf precies op dezelfde plek zit. Snappen jullie wat ik bedoel?
Want anders als ik hem hier ook zou doen, dan zou precies daar die golf zitten. Nou, ik wil dat niet. Dus ik ga hem even zo doen. Dan komt die golf lekker op een andere plek te zitten. Zo. Dat is deze, de Border Small van Craftlab. Dus die vind je ook in de link hierboven de video. Zo, even kijken dat ik hem een beetje op dezelfde hoogte leg als die golf en de andere ovaaltje. Zo. Helemaal precies komt het niet, hè? De zee is ook niet helemaal precies, toch? Oh, deze. En dan ga ik hier ook weer even kijken. Zo, daar knip ik hem ongeveer af. Doe ik weer hier wat lijm op. En dan plak ik hem daar weer achter. Zo. Zie je dan? Dan komt die golfjes op een andere plek als daar. Dus dan lijkt het net of dat water gewoon mooi doorloopt. Dat vind ik zelf wel het leukste. Dan heb ik hier nog één stukje. En dat is precies de goede grootte. Dus hoef ik ook even niet af te knippen. Doe ik hem heel even hier een beetje aan de zijkant. Dan ging hij net een beetje los. En dan plakken we de laatste. Plakken we hier ook even achter. Kijk. Heb ik in ieder geval toch verholven. Dan heb ik nog een stukje over. Nou, die wordt gewoon een ander kaartje. En dan ga ik hier ook weer even die golven een beetje zo naar voren buigen. Het is ook leuk als je daar van alles dan achter plakt. Hè? Dan zie je dat ook wat beter. En dan lijkt er wat meer diepte in mijn kaartje zitten. Nou, die diepte komt sowieso wel goed. Want nu we dit zo hebben, durf ik ook deze vast te gaan plakken. Oh, hier steekt hij een beetje uit, zie je aan de achterkant. Dus die knip ik gewoon even af. Zo. Ik zie dadelijk helemaal niemand meer. En nu kan ik hem dicht plakken. Dus ik was veel te snel straks, hè? Zo. Hoppatee. Kijk, en als je hem nu dus gaat vouwen, dan komt er dus zo diepte in. Hoe gaaf, hè? Kijk. Dan gaan we hier, wil ik designpapier gaan plakken aan de zijkanten. En ik had deze daarvoor gekozen. Oh, ineens ben ik jullie reacties kwijt. Dus ik ga even kijken of ik dat opnieuw kan fixen. Ik had deze dus in dezelfde kleuren als mijn... in dezelfde mal als mijn basis uitgestanst. En ik denk, als ik hem nou helemaal doe, dan kan ik hier... even kijken hoe die om die zit. Of dat ik nu de goede kant heb gepakt. Volgens mij wel. Ja, dan kan ik hier zeg maar aan de zijkanten een stukje eraf snijden en daarop plakken. En ik denk dat dat wel heel tof is met die zeesterren. Dus ik ga even meten hoe groot dit stukje zo is. Dan plak ik dat dus ook mooi over dat plakrandje heen. Ja, dat is tof, hè? Dus dit is een 2 centimeter. En aan de andere kant is die 2,1. Dus ietsjes groter. Aan de ene kant is die 2 en aan de andere kant 2,1. Dus dan moet je even gewoon bij je eigen kaartje even precies uitmeten. Want het kan een klein beetje verschillen. En dan sluit die gewoon mooi aan. Vond ik wel erg leuk met die. Oh, iets ging dan niet goed. Haha. Oeps. En ik weet ook niet of ik de kleurtjes mooi vind erbij. Denk het niet. Zien jullie dat? Was niet zo mooi. Ik ga hem even uit een ander designpapiertje doen. Even zoeken wat ik er wel leuk bij vind. Ik vind die heel leuk, maar niet bij dit kaartje. En dan zoek ik er later. Oeh, deze is ook wel vet misschien erbij met deze streepjes en die kleurtjes. Of misschien dat ik toch een effenpapiertje wil gaan doen. Of dat ik hem eigenlijk gewoon door moet laten lopen.
dat ik daar toch gewoon ook lekker een wit papiertje ga doen en die inkt door ga laten lopen. Vind ik denk ik misschien het mooiste zelfs. Dus dat ga ik dan rustig straks nog even doen. Ik ga gewoon eerst even lekker verder met jullie. Maar ik denk dat ik het mooi vind om hier gewoon zo'n stukje overheen te pakken. En dan met die kleuren hier mee te gaan. Dit strookje. Dat gaat dus met die vorm helemaal mee. En dat ga ik hier dus ook gewoon zo erop plakken nog. Als ik dat, die strookjes aan de zijkant heb gedaan. Zien jullie? Dus dan wordt dit, dit wordt een zandkleur. Dat ga ik wel vast met jullie doen. Even kijken waar ik mijn kleurtjes heb. Ik heb daarvoor de Zandstorm en de Twilight Grey gepakt. Ja, hè, dat is het mooiste denk ik. Hè, als ik met de inkt mee ga laten lopen. Dat denk ik uiteindelijk ook. Er zijn dus twee kleurtjes wat bruinig. En die ga ik dus hier aanbrengen. Ik begin met een lichte kleur. En die komt wel aan de bovenkant. Maar ik doe hem heel even zo. Even checken of dat ik hem niet te donker had. Voordat ik hem opzette. Dit is dus de Zandstorm. En dan ga ik dadelijk de Twilight Grey vanuit de onderkant. Want dit wordt mijn strand. Ik vind hem zelf ook wel heel tof worden met die zonsondergang zo. En deze loopt dan gewoon met diezelfde vouwlijnen mee, maar die zet ik er dan straks overheen. Ja, alleen dan moet je hem in hetzelfde modelletje meestanden. Ik ga hem straks gewoon met dit kaartmodelletje mooi die naad zo mee laten lopen met de slimline. Dus dan... Dan ga ik gewoon deze nog een keer stansen. En dan snijd ik hem hier af tot de breedte van die slimline. En dan ga ik dat gewoon weer mooi inkten. Dan loopt alles ook mooi door. Dat vind ik zelf het mooiste. Dus als je hem, je middenstukje kan je ook de plakstroken langer door laten snijden. Maar dan krijg je niet die mooie stiktekjes erin. Dus dat wil ik wel heel graag. Dus vandaar dat ik het op deze manier doe. Maar... Echt, nogmaals, het is een inspiratie-ideetje. Dus je kunt hem gewoon lekker doen zoals je hem zelf leuk vindt om te maken. Hè? Dat is geen moeten. Gewoon lekker doen zoals jij het zelf het makkelijkste vindt. En het leukste. Dat is ook wel belangrijk. Ik doe nog heel even een beetje lichte kleur erop. Vanuit de bovenkant naar beneden. Zodat die kleurtjes weer mooi mengen met elkaar. En dan gaan we ook hier nog eventjes overheen spetteren. En dan heb ik een super mooi strandje weer. En bij strand en zand ga ik nog meer spetters aanbrengen dan wat ik net deed. Ik leg heel even dit aan de kant, want het moet natuurlijk weer niet helemaal onderkomen. Ja, ik hou ervan als het één geheel is. Dus zo gaan we het gewoon lekker doen. Even kijken. Dan ga ik weer mijn pen erbij pakken. Mijn brushpen, mijn waterbrushpen. En ik wil dat daar even lekker wat flink wat water uitkomt. Ik wil flink even spetteren. Zo, daar komt ie. Hopskee. Dus dan ga ik weer gewoon lekker met diezelfde kleurtjes daarop spetteren. Zoals ik daarnet ook heb gedaan. Hoppakee. Lekker veel kleur eraan. En lekker spetteren. En dan lijkt het net alsof het allemaal kleine korreltjes zand worden. Dus dat is echt heel tof. En ik gebruik dadelijk die donkere kleur daar ook nog een beetje doorheen. Dus dat is echt heel erg gaaf als je dan al die korreltjes zo ziet van het strand. Beetje water erbij. Zo. Deze doe ik dan wel iets minder. Die donkere kleur. Zoek er wat water bij. Meng ik. En dan doe ik wel iets minder spetteren als bij die lichte kleur. Omdat die natuurlijk veel heftiger is. Anders zie je allemaal donkere spikkeltjes.
En ik wil dat juist dat dat maar een paar spikkeltjes zijn. Ik heb geen doekje meer hier liggen. Zo. Hopskee. Wordt het wat, dames? Vinden jullie het leuk? Het is tof, hè, dat je ook weer zo'n ander modelletje ermee kan maken. Oh, herrie. Kijk, en die komt dan dus zo voor mijn kaartmodelletje. Gewoon ook weer over de hele lengte. Dus dat is ook wel heel erg gaaf. En dan ga ik hierin ga ik nog die diertjes zetten. En ook een tof tekstje moeten we dan natuurlijk op hebben. Zo. Ik ga natuurlijk deze doen, die balvis. En ik heb hier twee blokjes papier van Studio Light erbij gepakt. De Vintage Spring en de Lemonade. En daar zitten hele toffe kleurtjes in, ook om die diertjes te stansen. Dus ik ga eens even kijken, want ik denk dat ik hier die donkere blauwe wel heel erg gaaf vind voor mijn balvis. Dus even hier doorheen bladeren. Het is echt hele mooie kleurtjes. Ik ga lekker naar achter toe, want daar zat die die ik dacht dat wel tof was. Ja, die gaan we doen. Deze blokjes zijn ook zo fijn, hè. Die zijn echt ideaal van kleur. Oh, en kijk eens. Ik had deze nog ook klaar liggen. Dat is een zonnetje. Die ga ik dadelijk ook nog even stansen. Die komt uit dit setje. Oh, wat een bende in beeld. Sorry. die komt uit de slimline, of uit de mini slimline setje van Craftlab. Met de regenbogen en de wolkjes. Er zit ook zo'n zonnetje bij in. En ik dacht dat het wel heel erg leuk was als ik dat zonnetje zou maken en stansen. En dan een beetje zo dat die echt ondergaand is, de zon. Dat ik die zo een beetje zo erachter plak. Dus die gaan we ook nog even stansen wel. Dus dat kan je allemaal ook super leuk combineren, hè. Even kijken. Eerst die walvis. Die had ik in de planning. En het is, zitten ook allemaal van die leuke spettertjes bij. Die ga ik zeker ook nog even erop doen. En die kun je ook bijvoorbeeld, als je die omhoog wil laten komen, kun je die ook op een stukje mica plakken bijvoorbeeld. Dus dat is ook erg leuk. Deze even stansen. Hopskee. En die mini vriendjes, die zijn ook gewoon echt geweldig. Kijk hoe tof dat die is. Gaaf, hè? En er zitten dus ook rondjes bij waar je dus oogjes mee kunt maken. Die zit hier beneden bij de krab. En hier zie je bijvoorbeeld ook op de achterkant en op de voorkant zie je al verschillende oogjes zitten. Nou, bij die walvis hebben we wel zo'n groot oog nodig ook nog. Dus er zijn deze rondjes die hier los zitten. En die hier van de krab. En die kun je dus in verschillende kleurtjes doen, zodat je dus een oog kan maken. Dus wat wit en wat lichtblauw. En zo kan je dat allemaal combineren om dat te maken. Nou, die spetters die ga ik dus zo ook nog doen. En die komen dus op Mika. En op die manier ga ik dus die diertjes. Even kijken waar. Ik denk een beetje. Die is wel een beetje groot. Zien jullie dat? Voor mij wat ik bedacht had. Ik kan hem ook een beetje zo doen. Hier zo tussen mijn golfjes. En dan kan ik ze spetters. Oh, dit is ook wel leuk. Yo. En dan kan ik ze spetters hier zo opplakken. Kijk nou, dit is vet, hè? Als ik ze ogen erop doe, ze spetters doe ik een beetje zo hier zo laten uitspetteren. Dan zwemt hij daar mooi. En zo kun je dus echt super leuk op gaan bouwen met die diertjes. Dus die kun je dus lekker stansen in de kleurtjes die je wilt. De oogjes opbouwen met die rondjes. En dan kan je daar zo lekker op gaan bouwen. En dat zonnetje. Dan gaan we natuurlijk in een leuk kleurtje doen. Die gaan we daarachter plakken. Ik ga nog even die mooie stempeltekst erbij pakken. Deze. En dan moeten we nog even iets heel leuks uit gaan kiezen. Ik denk iets met avontuur. Het leukste avontuur of zo.
Of alles is leuker in de zon. Alhoewel het hier een zonsondergang is. Maar deze stempelset zomer kun je dus hele mooie tekstjes erop gaan stempelen. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Dus zo ga ik hem gewoon lekker opbouwen. Ga ik gewoon even op mijn gemakje doen. De strand komt hier natuurlijk nog eronder op. Nou, dan is dit eigenlijk het ideetje wat ik uit wilde werken met jullie. En ik zal natuurlijk die kaart ook weer hier in de groep gaan posten. En op mijn Instagram pagina. Dus ga daar ook even kijken. Want de hoop die is aan de gang. Dus je kunt starten bijvoorbeeld bij mij. Of bij Craftlab. Of een van de andere dames. Mij vind je op Insta onder deze Creaplace. En dan hoop ik dat ik jullie hier weer mocht inspireren. Ik ga hem lekker rustig afmaken. Eerst even snel een broodje eten. En dan ga ik weer lekker door. En dan wens ik jullie allemaal voor nu een hele fijne dag toe. En kijk ook lekker mee met de live zometeen van Linda om 2 uur vanmiddag. Dus je kunt ook nog even lekker voor een broodje gaan eerst. En om 8 uur komt Widdly ook nog live. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden weer. En jullie gaan hem hier in de groep zien. En dan tot de volgende video weer allemaal. Doeg!